Chamonix is nog altijd de mondiale hoofdstad van de bergsport. Als een magneet trekt het immense Mont Blanc-massief klimmers en skiers van de hele wereld naar deze plek. Het stadje ligt op 1000 meter hoogte en het is er meestal heel gezellig. Het centrum is vol met terrasjes, bars, restaurants en fraaie winkels. Je kunt er tamelijk eenvoudige raclette eten, maar er zijn ook sterrenrestaurants voor een onvervalste culinaire uitspatting. Het skigebied is beroemd en heeft veel mogelijkheden. Toch zijn de liften nauwelijks op elkaar aangesloten en het bestaat eigenlijk uit een aantal losse skigebieden die overigens allemaal de moeite waard zijn. Chamonix is bijzonder populair bij mensen die graag buiten de piste skiën. Maar voor minder sportieve goden is er zeker ook het een en ander te beleven. Zij zouden bijvoorbeeld een dagje de beeldschone en wereldvermaarde afdaling door de Vallée Blanche kunnen maken. Technisch is het niet moeilijk, maar je moet wel een berggids inhuren vanwege de vele gletsjerspleten. Op driekwart van de afdaling wacht de lunchende Requin-hut. Als je geluk hebt kun je zelfs helemaal tot in de stad terugskiën en dan overbrug je 2800 hoogtemeters.